Dat ECTRIMS dit jaar in Nederland wordt gehouden is ontzettend belangrijk voor Nederland. Want MS-onderzoek doe je met z'n allen, wereldwijd. Het feit dat we hier in Nederland zijn, maakt dat wij weer contact kunnen leggen met een heleboel onderzoekers over de hele wereld. Nou, we hebben twee onderzoeken gedaan en de hele korte uitleg is dat in het ene onderzoek we hebben gekeken of er een relatie is tussen het hebben van overgewicht tijdens de kinderleeftijd en tijdens de adolescentie, dus 12 tot 18 jaar, en het krijgen van MS en ook het ziektebeloop van MS. En bij het andere onderzoek hebben we gekeken naar een relatie tussen voeding en dieet op de kinderleeftijd en het krijgen van MS en ook het ziektebeloop op MS. Wat ik denk dat binnenkort wel echt te merken gaat zijn, is dat het voorspellen van het beloop van MS, dat wat geavanceerder gaat worden. Dus dat bepaalde berekeningen die wij doen op MRI-scans, dat zie je dat heel veel andere centra dat ook aan het doen zijn en dat we daar dichter bij de kliniek komen. En dan denk ik ook wel dat in een paar jaar in de spreekkamer bij de neuroloog een soort rapportje komt dat de neuroloog kan gebruiken om te zeggen, misschien moeten we eerder beginnen met behandelen of een andere behandeling gaan toepassen. Dat denk ik dat wel in de nabije toekomst zit. Nou, een interessante ontwikkeling van vandaag is denk ik de discussie die weer steeds oplaait. Moeten we nou heel vroeg heel agressief gaan behandelen of moeten we voorzichtig beginnen en alleen maar extra sterk medicatie geven als het niet goed gaat? En die discussie is al jaren actueel en is vandaag ook weer in volle hevigheid losgebarsten. En ik denk dat dat voor de toekomst belangrijk is voor mensen met MS. Ja, het is echt enorm belangrijk om met elkaar te verbinden, denk ik. Dat hebben we nu 2 jaar niet kunnen hebben door COVID. En om hier weer rond te lopen en mensen te kunnen spreken in het echt en over onderzoek te kunnen brainstormen en om te zien wat andere mensen aan het doen zijn. En om dat daar echt een connectie met elkaar te maken, dat is echt heel erg belangrijk. En dat is iets wat ik heel erg heb gemist de afgelopen 2 jaar. Zaterdag organiseren wij hier in Amsterdam een bijeenkomst voor mensen met MS om de laatste ontwikkelingen op het grote ECTRIMS-congres, wat nu in Amsterdam aan de gang is, in begrijpelijke taal uit te leggen.